Mijn broer, een succesvol aspergeteler uit Leende, had al jaren een droom om het handwerk overbodig te maken. En hij heeft mij daarbij uitgedaagd om daar iets voor te verzinnen. Uiteindelijk bedachten we dat ondergrondse detectie echt het verschil zou maken. En daar ben ik toen gericht naar gaan zoeken. En nu hebben we een Cerescon sensortechnologie ontwikkeld waarmee we dat verschil kunnen maken, waarmee dat uiteindelijk gelukt is. De toekomst van Cerescon ziet er volgens mij prima uit met dit product. En dat komt omdat wereldwijd de beschikbaarheid van arbeid in de landbouw terugloopt. De zekerheid dat asperge ook geoogst gaat worden, want in de toekomst zal het ook een probleem worden, denk ik, om geschikt personeel te vinden om die asperge te oogsten. Dus daar is de machine ook een zekere uitkomst daarin voor de toekomst. In asperge heb je heel veel arbeid nodig. En het feit dat deze volautomatische aspergeoogstmachine eraan komt, betekent dat asperges ook in de toekomst prima geoogst kunnen worden. Nu hebben we altijd veel mensen rondlopen voor de oogst. En met een machine met minder mensen hetzelfde werk kunnen doen, geeft gewoon veel meer rust. Ja, de machine wordt getrokken door een tractor en hij werkt 3 rijen breed. Iedere rij heeft een detectiemodule met sensoren die de asperges lokaliseren. En per rij heb je dan een robot die die asperges uitsteekt en op een transportband legt. En via die transportbanden worden de asperges naar achteren verzameld op een plek waar een operator ze in kisten legt. En op die manier kun je 1 hectare per uur oogsten. In het verleden is al vaker geprobeerd om een selectieve aspergeoogstmachine te ontwikkelen. Dat heeft tot nu toe nog nooit geleid tot een stabiele markt voor deze machines. En met de machine van Cerescon gaat het mijns inziens wel lukken. En dat komt omdat deze machine alle functionaliteiten in zich heeft die gesteld mogen worden aan zo'n machine. Belangrijke en bijzondere aspecten daarbij zijn het ondergronds detecteren van de asperge en het al rijdend detecteren en oogsten van het product.